Je zal het maar zijn. VVD-lid. Ja. En je was verschrikkelijk boos op Rutte, hè? Want je, 6 maanden geleden had hij van alles beloofd. Over het asielbeleid en niks van terecht gekomen. Dus jij helemaal als een dolle stier zou je daar naartoe gaan naar het congres, hè? En je zou wel eens eventjes de waarheid gaan vertellen aan Rutte en noem het allemaal maar op. En dan word je met een paar opmerkingen, hup, word je gewoon vrolijk weer het bos ingestuurd. En ga je weer als een Max Schapie naar huis. Ja, het zijn alle ja-knikkers. Die VVD'ers, ja, die moeten allemaal in Drenthe gaan wonen. Het is toch wat, jongens. Wat een pijnlijke toestand. Ja, en dan komt zo Rutte, die komt dan vertellen, hè. Die zegt, ja, ik heb het niet geforceerd, dat verhaal over het asielbeleid. Hè, want ik moet ook denken aan de stabiliteit van het kabinet. Is je goed weer? Is je goed? Heb je helemaal zelf bedacht? Ja. Goeie zin, niks meer aan de hand. En het gaat dus alleen maar over dat soort zaken. Vrienden, hoe kan ik de boel een beetje nog bij elkaar houden? Ja, want de zin waar het eigenlijk om draait allemaal, dat hele verhaal. Waarom heel Nederland met al die crisissen al maanden en al bijna 1,5 jaar lam ligt. Die zin die kwam er op een gegeven moment uit bij Rutte. Ja. Want hij werd op een gegeven moment, weet je wel, toch een beetje nauw gedreven. En die mensen zeiden van, ja, maar stap dan gewoon uit dat kabinet. En toen zei Rutte dit, hè. Kan je het lezen? Ja. Hij zei ja. En dan kan je de volgende verkiezingen, die kan je vergeten. Daar gaat het dus allemaal om, vrienden. Wat wij al die tijd al vermoed hebben en gedacht hebben, dat zei hij nu gewoon. Bang voor nieuwe verkiezingen, dat is het gewoon. En daarom houden ze dat hele clubje bij elkaar. Want die komen er natuurlijk nooit uit, want we hebben die bikkeren en die ChristenUnie gehoord over het asielbeleid. Nou, dat kan je vergeten dus. Ja, want die roepen alleen maar, kom maar binnen, kom alsjeblieft binnen. Dus dat gaat dus nooit werken, ook niet met die D66. En toch willen ze die boel bij elkaar houden en alleen maar vanwege dit. Vanwege, ja, bang voor de volgende verkiezingen. En daarom zitten gewoon die hele club, die hele coalitie, die zitten daar bij elkaar te schuilen. Ja. En maar te wachten tot die onweersbui, BBB, dat allemaal maar overwaait. Ja. En dan gaan ze voorzichtig misschien weer eens wat ondernemen. En daarom gebeurt er gewoon helemaal niks in Nederland. Nou, hè. Nou, gelukkig maar dat het congres er was, want het hoge woord is eruit.